En trouwens. Dan ga ik eventjes naar links toe. Links. Ja, handen van het stuur. Kijk. Hij zegt, hé, mag niet. Maar nu is die auto voorbij. Gaat hij naar rechts. Keurig. Jee. Jee, van alleen maar zelfstandig inparkeren naar autonoom rijden. Met wat hardware en open source software, gratis dus, kun je een niet zelfrijdende auto voorzien van een autopilot. En wie u hoorde was Vincent Everts, Trendwatcher. Die is hier ook zelf aanwezig, hoi. Hey. Ja, om hierover te praten. Om welke software gaat het in dit geval? Het gaat om, mooie naam, Comma.ai, dus Comma.ai. En dat is open source software. Het is wel een mooi verhaal, die George Holtz die erachter zit. Dat was de allereerste die de iPhone heeft gehackt. En daarna de eerste die de PlayStation heeft gehackt. En toen dan, echt een wonderkind, hè? Wonderkind, ja. Echt op zijn 18 of zo. En iedereen helemaal pissed off en dingen. Maar toen ging hij op een gegeven moment leuke dingen. Toen zei hij, hey Elon Musk, leuk die autopilot, maar ik kan dat veel beter en ik ga dat nu maken. En ik ga voor €1000 op de markt brengen een kitje, waardoor je gewoon je auto kunt ombouwen. Nou, dat heeft hij toen laten zien, met een Honda Civic en een Prius en dat soort dingen. En toen wou hij dat op de markt brengen. En toen zei de Highway Authority van, dit is volledig onverantwoordelijk en je bent niet getest en wij gaan je, we're gonna sue you out of existence. En en toen heeft hij meteen zijn teruggetrokken. Maar toen heeft hij die software dus open source gemaakt. Dus die staat op comma.ai, kun je downloaden, kun je op een Android-telefoon zeg maar installeren. Moet je wel root toegang, zeg maar, dat is op zich niet zo vermoeilijk. En je kunt wel bij comma.ai een prachtige telefoon kopen met helemaal kant en klaar voor €500. En die plak je tegen het raam aan en een draadje naar de bus, zeg maar, het is echt een kwartier werk om op een gegeven moment in een auto in te bouwen. En dan gaat jouw Prius, die rijdt gewoon keurig op de snelweg tussen de lijntjes, gaat inhalen en die rijdt gewoon net zoals een autopilot met ongeveer dezelfde kwaliteit. Dat is toch ongelooflijk? Ik bedoel, je koopt een Tesla, dan kun je nog begrijpen dat het in de Tesla kan werken. Kun je dan een autopilot bij kopen? Ja, en voor dit bedrag met standaard onderdelen krijg je opeens een niet zelfrijdende auto aan het zelfrijden. Ja, dus dat is ook inderdaad. En jij hebt het geprobeerd. Je hebt er een video over gemaakt. Ik heb het ook geprobeerd. Ik ben ook meteen gebeld door de RDW. Wat ik wel in godsnaam aan het doen was toen ik dat filmpje zeg maar had. De Rijksdienst voor het Wegverkeer die geacht wordt auto's te keuren. De RDW is de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Een fantastische, innovatieve organisatie die eigenlijk ook gewoon de Tesla test voor heel Europa. En die eigenlijk gewoon alle automobielfabrikanten helemaal pistof heeft gemaakt dat Tesla dit ook mag doen. Dus die geven eigenlijk veel ruimte. Maar die belde mij wel op van, meneer Everts, bent u nou helemaal gek? Maar ik heb het inderdaad zelf geprobeerd. Ik werd door Kaal opgebeld. Die zei, ik ben de eerste die in Nederland zeg maar die software heeft Kaal gedownload. Kaal is een jonge vent, ook 19 of zo. 19 jaar, briljant. Die zijn vader zo gek had gekregen, want ik heb jouw video ook bekeken. Ja. Zijn vader zo gek had gekregen dat hij mocht sleutelen aan de auto van zijn vader. Ja, en hij is piloot zelf. Hij doet grote Boeings, vliegt hij. Wie, dus, Kyle of zijn vader? Nee, zijn vader. Die vond het wel goed. En die mocht dus inderdaad op zijn Prius mocht hij dat monteren. En zijn moeder vindt het geweldig. Zijn vader vindt het nog niet stabiel genoeg. Maar dus een hele familie. Maar hij heeft ook nog een heleboel andere elektrische voertuigen gemaakt. Elektrische fietsen. Nu maakt hij een board. Zo'n hoeverboard op het water. Maar hele intelligente jongen. En die heeft gewoon die software gedownload en heeft het geïnstalleerd. En die zei, wil je het een keer zien? Nou, ik zei, ja, ik wil het heel graag zien. Want ik had die George, die had ik 2 jaar geleden op in Portugal een keertje al George ontmoet. Van Comma.ai. En dat was een ongelofelijke eigenwijze gozer die zei, ja, ik ga dat gewoon veel beter doen. Ik word de Android van de autopilot. En Tesla is dan de Apple. Maar ik ga dat gewoon veel beter doen dan alle anderen bij elkaar. Lekker arrogant. Maar luister, en die maakte het open source. En dat werkt dus ook inderdaad echt heel mooi. Het werkt. Maar je vervangt software in je auto. En dat is die RDW, die is er ook niet voor niks. Die heeft alles gekeurd wat los en vast zit. En veilig, stempel erop. Dan mag het straat op. Ja. En dan ga je die software vervangen. Dat is ook niet niks. Want wie zegt dat die software helemaal oké is? Dat daar geen bugs in zitten en noem maar op. Nee, voor hetzelfde geld gaat je auto 100 km per uur achteruit rijden op de snelweg. Ja, naar links, naar rechts, naar boven, beneden. Dus dat hadden we dan een discussie over. Ja, dus het is heel interessant. Maar hebben ze daar een punt? Ja, nee, dus laten we even kijken over hoe dat dan inderdaad aan elkaar zit. Er is open software van open source software. Die is dan gemaakt door die George. Er zijn 100 variaties van voor elke auto. Voor elke auto die ondersteund wordt, maakt één jongen. Die past het dan aan. En bijvoorbeeld een Duitse jongen had net
automatisch inhalen had iedereen gedaan. Dus dat had ik net gewoon, hadden ze net vrijdag af. En dat heb ik dan ook even laten zien. Hup, richting dus allemaal, naar links, gaat hier, hup, zijn, inhalen Vincent, en dan richting wijzen. Dat is zo experimenteel als de pest. Totaal experimenteel. Ja. Dus allemaal verschillende variaties, met goede, met slechte, geen enkele vorm dus van controle. Dus dat doe je op een of ander proeftraject, een of ander circuit, juist. En niet op dat staat. Doen ze dus ook allemaal, dat doen ze. Ze proberen het natuurlijk eerst voorzichtig uit, maar op een gegeven moment, als het blijkt dat het goed werkt, zijn zij tevreden. De RDW, toen heb ik ook in dat filmpje gevraagd, beste RDW, als ik dus ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen auto. Ook als ik een autopilot heb, dat weet ik inmiddels, na een aantal rechtszaken heeft de rechter mij dat verteld. Ik ben verantwoordelijk voor die auto, ook al rijdt die autopilot. Als ik dat inbouw, aftermarket, dus het is niet een bedrijf, mag dat. Nou, de RDW belde me meteen op. Meneer Everts, op het moment dat u een ingreep doet in uw auto en u de stuurinrichting of de reminrichting, dan moet u die auto weer de keuring aanbieden. Dan gaan wij die keuren. Dat kost €150 per uur. Daar zijn we 6 weken mee bezig. €35.000. En u kan u nu vertellen, als wij niet weten wie die software heeft gemaakt en als er niet een methode is om van de ene versie naar de andere en dan elke keer getest worden, want als de Tesla een nieuwe versie heeft, zitten zij in Californië dat uit te proberen het punt voordat is duidelijk. Dat toegebeurt. Ja. Dat wordt dus nooit goedgekeurd. Hebben ze toch gelijk en in? Dus u bent volledig strafbaar. Nou goed, oké, dus ik vroeg A. Wanneer wordt die auto, als de politie mij aanhoudt, word ik dan ook inderdaad wordt die auto dan van de weg gehaald of wordt alleen mijn kastje verwijderd? Ben ik ook nog verzekerd? Waarschijnlijk niet. En dat was de vraag. Daar heb ik nog geen antwoord op. Daar komen ze nog op terug. Maar ze zeiden, dat vond ik wel interessant, dat was het leukste. Moreel gezien, meneer Everts, waar bent u mee bezig? U als influencer die dit dan zo'n filmpje laat zien. Ja. Hoe durft u? Want stel dat er 2 kinderen doodgaan omdat die auto naar links gaat in plaats naar rechts. Waar bent u dan mee bezig? Nou, geef daar eens antwoord op. Nou, daar heb ik over nagedacht. En ik zou even zeggen, op dit ogenblik rijdt 50% van de Nederlanders regelmatig met zijn handen aan een telefoon aan een stuur. Nou, dat is ook verboden. Dus, zijn boetes ook, dat is dus hartstikke verboden, kost €250. En als jij op een gegeven moment op de snelweg zit, dan hoef je maar echt 50 meter vooruit te kijken. Er zitten allemaal mensen naar links en naar rechts en die gaan over de lijn heen. Hou even nu. En mijn meneer RDW, als ik nou kijk, ik heb het uitgetest, ik heb die jongen uitgetest, ik heb die geïnterviewd, ik heb in de auto gereden, ik heb geprobeerd. Ik vond de kwaliteit heel goed. Als ik dat nou vergelijk in een auto zo'n ding inbouwen en veilig tussen en loopzuiver tussen de op de weg rijden, vergeleken met al die mensen die met een telefoon in zijn handen zitten. Ik vind dat een verkeerde vergelijking. Met een telefoon in handen veel en veel onverantwoordelijker. Dat is onverantwoordelijk. Die met een keurige autopilot die maar er heel is een goed groot verschil tussen mensen die zich onverantwoordelijk gedragen en een auto zodanig verbouwen dat je niet helemaal zeker weet of die auto goed werkt. Want je kunt wel zeggen, hij blijft meestal tussen de lijntjes, maar het gaat natuurlijk om de momenten dat het misgaat. Dat ding dat blijft veel beter tussen de lijntjes dan een mens die met een mobiele telefoon. Dus voelde ik me nou moreel bezwaard? Nou, ik heb er wel over nagedacht, maar ik denk eigenlijk, er zijn zoveel mensen die het onverantwoordelijk doen, maar jij bent het dus duidelijk met de RDW eens. Je kunt er zo gaan werken. En dat is ook leuk, want dat is een hele goede organisatie waar ik ook erg veel respect van heb. Maar bij mezelf maakte ik die afweging dat ik dat filmpje wel kon maken. Ik heb wel in de nieuwsbrief gezegd, jongens, dit is A, je eigen verantwoordelijkheid, en B, is het gewoon niet toegestaan. Maar ik vind de invloed die dit soort types hebben op de markt, en dat er nu 100 auto's aan het experimenteren zijn, naast BMW, Mercedes, Tesla, maar ook, er is net weer zo'n nieuw bedrijfje van zo'n nieuw start-upje gebonden. Die is in 2017 begonnen. Mm-hmm. En Autonom heeft net €580 miljoen gekregen om de software af te maken. Is degene die bij Google is begonnen, degene die bij Tesla is begonnen en degene die bij Uber is begonnen. Die hebben een klein bedrijfje gestart. En het is nu nogal een miljarden business waar echt heel lang duurt voordat producten op de markt komen. Jaren en jaren. En dit soort mensen die zitten er een beetje onder de radar en die hebben wel een bepaalde functie. Alleen al om op te leiden. B, om te laten zien dat het kan. C, om ook die software is open. Dus al die andere fabrikanten kunnen er gewoon naar kijken en kunnen die software kopiëren. Dus ik vind dat ze een hele nuttige rol vervullen. Ja, maar heb je er ook begrip voor dat er een instantie is als de RDW bijvoorbeeld? Ik vind dat ze dat moeten doen. Die verdomd goed auto's keurt voordat ze op de weg mogen. Als de RDW mij niet op mijn donder zou geven dat ik gewoon dat niet moet doen, dan zou ik ze eigenlijk gewoon niet goed vinden. Dus ik heb volledig respect voor de RDW. Moet ook gebeuren. Ik roep ook echt niet iedereen op met iemand met een Prius om naar comma.ai en voor €500 zo'n doosje te bestellen. Mm-hmm. Want je moet echt wel weten
weten wat je doet. Juist. Maar ik vind het wel echt heel mooi dat het kan. Het is verdomd goed. En het laat ook zien dat de ontwikkeling in zo'n autowereld zo langzaam gaat. De gaming gaat alles lekker snel. In de autowereld doet alles jaren en jaren en jaren. En daar vervult dit wel een nuttige rol. Ik wil je nog een andere kwestie voorleggen. Want inderdaad gebeurt er van alles. Jij hebt het nu over software toevoegen aan een auto. Ja. Maar je kunt ook, dat was vorige week in het nieuws, de firmware van een Tesla vervangen door open source software. Ja. Dan heb je dus niet over iets erbovenop hangen. Nou. Maar ingrijpen in de kern van de software precies die de auto hetzelfde, bestuurt. Precies hetzelfde, Herbert. Ik heb met Jasper gesproken. Jasper is een Belg en die is hoofd van de Linux Foundation. En die is een maand of 4, 5 geleden heeft hij laten zien hoe je je Tesla kunt hacken. En hoe je dan, je kunt geen eigen software erin. Wat gebeurt er dan? Wat wordt er dan beter? Nou, voornamelijk wat je kon doen is een versie die in Amerika al goedgekeurd is. Ja. Maar de versie 9. En die kon automatisch inhalen, die kon navigeren. En die kon al dingen doen die wij in Europa nog niet hebben. En die versie die kon je pakken en die kon je in Europa op de auto zetten. Dus het, zeg maar, het auto-update systeem kon je daarmee omschrijven. Je kon ook alle plaatjes op de maar plaatjes de maker kon je heeft veranderen. Het intussen alweer offline gehaald. Waarom? Nou, omdat ik hem dus geïnterviewd had, hoe moet je dat nou precies doen? Hij liet elke stap zien. En toen heeft Tesla hem gebeld en gevraagd van, hey, die firmware die jij in Amerika hebt gekregen, kun je die alsjeblieft offline halen? En hey, ja meneer. En toen hebben ze dus meteen dat spul offline gezet. En nou kun je hem nog wel, hacken. Maar dan kun je bijvoorbeeld het plaatje van de Tesla kun je vervangen door een plaatje met jezelf erop. Of je kunt een beetje nog op het scherm klooien. Dus niet autofuncties kun je nu gaan doen. Ook we leuk. Moeten het hier even bij laten. Ik doe even de afkondiging, dan praten we daarna gewoon verder. Vincent Everts, Trendwatcher. En ook bedankt trouwens, J.J. Belderok, hoofdredacteur. Meer zien? Ga naar bnr.nl.